Goedemiddag, Bernd Stali, NSI. Wij zijn de afgelopen jaren bezig geweest met het creëren van een ontwikkelende belegger in de kantorenmarkt in Nederland. Dat betekent dat wij ons richten op een beperkt aantal locaties, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en heel selectief daarbuiten. En we richten ons met name op locaties rond de treinstations waar de dynamiek groot is en zich aan het ontwikkelen is naar een multifunctioneel gebied waar mensen graag willen wonen, werken, leven en aanwezig zijn voor hun activiteiten. Daar hebben we onze posities op gericht. Daar gaan wij de komende jaren ons ook verder op ontwikkelen. Wij zijn aan het kijken of we een aantal projecten kunnen neerzetten voor onze beleggers in Amsterdam, in Sloterdijk, in Zuidoost, ook in de gebieden daarbuiten. Dat is de manier om naast een stabiel dividend voor onze aandeelhouders ook waarde te gaan creëren met onze vastgoedportefeuille. Tegelijkertijd, wat wij zien, en dat ziet iedereen, is de ontwikkeling dat de kantorenmarkt steeds meer flexibel wordt. De vraag vanuit de huurders is niet meer naar meters, maar naar een service. Daar spelen wij ons in met ons HNK-concept, wat flexibele kantoren aanbiedt. En de komende jaren zult u ook gaan zien dat die twee activiteiten steeds meer bij elkaar gaan komen. En dat wij eigenlijk ook naast de belegger, de ontwikkelende belegger, ook een actieve service aanbieder worden voor onze klanten.